Welkom bij Iedereen kan haken. Vandaag gaan we de golfjesteek maken. En die golfjesteek, ja, dat is een hele lekkere soepele steek. Nou, als je een grotere naald aanhoudt. Deze is dus gemaakt met naald nummer 6. En wol van de Supersoft van Zeeman. En die geeft aan naald nummer 3 tot 4. Maar ik heb naald nummer 6 gebruikt, omdat ik wist dat het een vrij stevige steek is. Dus dan moet je gewoon een naald groter pakken dan dat het op het etiket staat. Ik heb zelfs twee naalden groter gepakt. Je begint met een opzetlus, zoals je dat gewend bent. En je haakt het aantal lossen zo groot als dat je de das of deken of kleed wilt hebben. Het rekt eigenlijk ook niet uit. Het houdt precies de maat aan die je dus als onderkant maakt. Als we deze maat aanhouden, dit is, ik zal even meten, 15 centimeter. Dan zullen we eens even tellen hoeveel dat we nodig hebben. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lossen gedaan. We moeten veelvoud van 3, dus 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kijk, dan moet je ongeveer 24 steken opzetten om 15 centimeter over te houden. En we zetten even 3 lossen erbij voor de opzetsteek. En we beginnen het eerste stokje. In de vierde of in de derde losse. En daarin doen we nog een stokje. Dan slaan we 2 stokjes of 2 lossen over. 1, 2. En dan gaan we in de derde een vaste zetten. En in die steek maken we 2 stokjes. 1. Dan slaan we weer 2 lusjes over. Dus 1, 2 en in die derde zetten we een vaste. En in diezelfde steek zetten we weer 2 stokjes. Lusjes overslaan. Een vaste. En 2 stokjes. Twee overslaan en in de derde een vaste. En dan weer 2 stokjes. Eén, 2 lusjes over. Als je eenmaal de eerste toer voorbij bent, dan wordt het makkelijker. Eén, twee overslaan in de derde. Een vaste. En in dezelfde steek.
twee stokjes, dan 1, 2 overslaan. We zijn bij de laatste. En dan maken we ook een vaste. Maar dan geen twee stokjes. De laatste eindig je altijd met een vaste. Je gaat de nieuwe toer beginnen met twee losse. En dan draai je het werk. Dan heb je de eerste toer al af. En alle toeren zijn hetzelfde als je maar twee overslaat. De eerste steek begin je wel met weer twee stokjes in die eerste steek te zetten. Dan zit ik even in de knoei met mijn andere werkje. En je krijgt ook, als je dus hier weer begint, iedere keer met die drie lossen die je maakt als beginstokje en dan twee, krijg je ook een hele mooie rechte rand. We hebben net die drie stokjes gemaakt, of twee stokjes en drie lossen. En nu gaan we weer twee overslaan. 1, 2 overslaan en in die vorige vaste, zeg maar, maak je weer een vaste. En daarin doe je ook weer twee stokjes. Je slaat er twee over, je zet een vaste in die vorige vaste. En daarin zet je weer twee stokjes. Je slaat er weer twee over. En je pakt het lusje van de vaste, dat is het mooiste. En daar zet je weer twee stokjes in. Twee overslaan en in de vaste. Een vaste. En weer. Twee stokjes. Twee overslaan. Hij haakt heerlijk weg hoor. Als je eenmaal op pad bent, dan het gaat eventjes op de zijkant. Moet je opletten dat je eindigt altijd met een vaste. Even goed kijken. Ja. En je begint altijd met drie lossen. Of ja, die drie lossen dan voor de nieuwe toer. En twee stokjes erin. En dat is het patroon van de golfjes steek. We gaan nog heel even door. Op het einde eindig dus altijd met een vaste. En dan heb je toer 2 al klaar. 1, 2, 3 lossen en dan keer je het werk. En dan zet je hier weer, dat mag je niet vergeten, nog twee stokjes in. Zodat je werk niet scheef trekt. Dan ga je weer twee overslaan. 1 vaste, dus toer 1 en toer 2 zijn gewoon hetzelfde. En met twee stokjes. 1 vaste. 2 stokjes. 1 vaste. 2 stokjes. 1 vaste. We maken deze toer even af. Even goed onder die twee lusjes. Dit is 1 stokje, 2 stokje. En dan is hier dus
de vaste. En twee stokjes. Nou, ik hoop dat jullie hier makkelijk handigheid, of hier handigheid in krijgen. Ik hoop ook dat jullie me abonneren op mijn kanaal. Iedereen kan haken. Dit was de golfjesteek van de wol Supersoft. Hier eindigen we dus de toer met een vaste. En dan is de toer ook gesloten en dan begin je weer met drie lossen. Nou, je weet dat je hier dus twee stokjes weer in moet zetten. En je hebt de golfjesteek geleerd. Dan bedankt voor het kijken. En tot de volgende tutorial. Veel plezier ermee. En tot de volgende keer. Dankjewel. Dag.